Yo Nintendo fans, welkom bij de 1,5 meter challenge. Want ook in Mario Kart 8 Deluxe slaat het virus keihard toe waar we allemaal te maken mee hebben in het leven. Alle evil characters die hebben het virus, dus die mag ik niet aanraken. Ik moet me sociaal distancieren van alle evil characters. Kijk, daar bijvoorbeeld, hier rijdt er al eentje. Dat is volgens mij Lemmy of Iggy of zo. In ieder geval daarvoor nog meer Koopa links. En als ze die aanraken, dan is de challenge gewoon voorbij. Dan is de challenge mislukt. Dus we mogen jou niet aanraken. Ik ga nu denk ik ook gewoon lekker even onderlangs. Oh ja, top dit. Nice. Het probleem is dus dat we al die gasten niet aan mogen raken. En, ja, deze allemaal niet. Ah, ja, Yoshi wel. Yoshi is virusvrij, jongens. Yoshi mogen we aanraken. Let's go, Yoshi. Daar gaan we. Ik speel zelf natuurlijk als Shy Guy, want Shy Guy draagt een mondkapje. Weet je, ik doe er alles aan om de veiligheid van de mensen te beschermen. En dat doen we dus ook met Shy Guy, want Shy Guy die heeft een mondkapje. Let's go. Ludwig die zit me op mijn hielen volgens mij. Ja, die rijdt achter mij. Ludwig, laat me met rust. Laat me met rust. Jij hebt een eng virus. Ik moet me distancieren van jou. Wegwezen, wegblijven. Goed zo. Top. We spelen trouwens op 150cc. Dus op zich, dat is ook wel een challenge. En we gaan best wel lekker nu. We staan nu eerste. En laten we hopen dat het zo blijft. We hebben Ludwig aardig op achterstand gezet, al zie ik. Dus dat is nice. Ludwig, blijf weg. Blijf weg. En ik zie ook een andere koepeling op de vierde plek rijden op dit moment. Voor Kat Peach. Kat Peach trouwens. Er komt binnenkort Super Mario 3 Deluxe 3D World uit. Ja, al die Super Mario titels. Ik raak er zelf ook van in de war. Met Bowser's Fury. En die gaan we natuurlijk ook spelen op dit kanaal. Oké. Nou, het gaat nog steeds lekker. Ah, nee! 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 Geen Blue Shell! Nee! Oké, nu moet ik even dit bommetje achter me laten, denk ik. En hopen dat ik mijn Ludwig raak. Nee, ik heb Ludwig niet geraakt. Maar ik sta er wel eerste. Social distancing, jongens. 1,5 meter. Hou er rekening mee. Laten we met z'n allen zorgen dat het virus gewoon lekker uit de wereld verdwijnt. En dat we weer lekker naar evenementjes kunnen, naar meetings kunnen, et cetera, et cetera. Dat zou super tof zijn. Want ik ben het ook wel een beetje zat, jongens. Maar we moeten nog doorbijten met z'n allen. Let's go. We kunnen dit doen met z'n allen. Shy Guy, die doet het eigenlijk ook wel lekker. Die is wel hard aan het gaan, man. Die denkt virus of niet. Ik ga gewoon lekker eerst worden. En dit gaat top. We zitten al in de laatste ronde. Ja, deze ronde die... dit komt wel goed. Dit komt wel goed. Deze race hebben we gewonnen. Zonder virus op te lopen. Lekker, man. De 1,5 meter samenleving werkt in Mario Kart. Moet niet te vroeg juichen natuurlijk. Hetzelfde geld krijg ik nu nog 2 blauwe schilden voor bakkers. Maar nee. Lekker. De eerste race hebben we gewonnen. We zijn nog virusvrij. Vind je dit nou een leuke challenge? Doe zeker even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En zet even dat belletje aan voor iedere dag Nintendo video's. Ludwig zit ons op de hielen. Ik denk dat we vooral rekening moeten houden met Ludwig. En misschien ook wel met Roy. En ja, Donkey Kong is eigenlijk ook van oorsprong een kwaadaardige aap. Donkey Kong was vroeger echt de vijand van Mario. Dus laten we zeggen dat Donkey Kong in de eerste race ook het virus heeft opgelopen. Hij heeft contact gemaakt met Ludwig. En nou heeft hij een probleem. Oké, en ik heb ook bijna een probleem. Blijf weg van mij. Blijf weg. Blijf weg. Hier, banaan. Banaan. Struikel over dit banaan. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik heb iemand geraakt met mijn banaan. Ja, dat was Roy. Heel nice. Daar hebben we geen last meer van voorlopig. Oké, top. Top. Hopen dat we eerste blijven. Ja, lekker. Oké, cool. Ah, Donkey Kong. We hebben hem geraakt. Oh, dat scheelde helemaal niks. Omdat ik een banaan achter me had, heb ik hem niet aangeraakt. Maar raakte hij mijn banaan. Hij was al dichterbij gekomen dan 1,5 meter. Maar we hebben geen contact gemaakt. Dus dit is helemaal top. Oh, Donkey had me bijna besmet, jongens. Hij had me bijna besmet, die gek. Freaking Donkey staat nu ook de hele tijd tweede. Ludwig die rijdt op de vierde plek. Yoshi rijdt er nog tussenin. Donkey, wegblijven, jongen. Ben je nou beledigd dat ik je een kwaadaardige aap heb genoemd? Het is toch wat je bent? Je bent toch een aap? Omarm het. Word niet boos omdat ik je een kwaadaardige aap... No! Nee! Niet te donder, precies dan. Oh, snap. Oh, snap. Oké, maar we hebben best wel veel voorsprong, dus dat is wel lekker. Oké, cool, 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 cool. Cool, maar we blijven wel nu echt super lang klein. Ik ben super traag nu de hele tijd. Ja, we hebben nog steeds voorsprong. Nice. Ik ben het wel een klein beetje aan het, niet echt aan het opletten. Want ik let de hele tijd op die map eigenlijk links onderin. Zie je, ik ga weer scheef. Lekker bezig, Rick. Je moet... Ah, nee! Wat doe ik? Wat doe ik allemaal? Donkey, ga weg. Donkey, ga weg. Waar ben je? Nee, hij rijdt achter me. Nee, nee, raak me niet aan. Oh, nee. Ik ben besmet. Freaking Donkey.
Poging 2, jongens. Shy Guy is helaas besmet geraakt. Hij is aangeraakt door Donkey Kong. Oh, en dit zijn echt allemaal evil mensen. Allemaal evil characters. Ik moet hier echt heel erg oppassen. Letterlijk iedereen hier is evil. Mario, pas op. Niet te veel sliden, denk ik maar. Wie rijdt daarvoor? Daarvoor rijdt ook nog Bowser. Nee, joh. Nee, joh. We hebben hier Bowser. We hebben Peach. Bijna iedereen is hier evil. Laat me met rust. Laat me met rust. Laat me gaan. Nee, Bowser weg. Weg, Bowser. Ik durf gewoon nu niet te sliden, jongens. Nee, ik durf niet achter Bowser aan te gaan. Echt niet. Dan raak ik hem sowieso. Oh, snap. Kijk hoeveel evil characters we hebben. We hebben die botte Bowser. We hebben volgens mij Iggy of Lemmy. We hebben King Boo. We hebben Wario. Mario, je hebt het zwaar hier zo. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Het virus hier die is behoorlijk aanwezig. We zijn er inmiddels langsgekomen door een shortcut. Let's go. Ja, nice. Oké, banaantje achter me. Dan kunnen we in ieder geval niet aangeraakt worden nu. Lekker. Jump. Nice. Oké, Mario. Mario, jij bent de held van dit universum. Jij moet dit toch kunnen regelen. Jij moet toch virusvrij deze races kunnen winnen, jongen. Let's do this. Nice. Lekker. Pas op voor de koeien. Koeien zijn ook nog virusvrij trouwens. Ze mogen de koeien op zich aanraken. Ah, al was het niet handig voor de race. Maar goed, maakt niet uit. We gaan door, we gaan door, we gaan door, we gaan door, we gaan door. Dus we hebben best wel een goede voorsprong nu opgebouwd. Dus ik hoop dat deze gaat lukken. Op de moemoebaan. Ja, lekker bochtje. Oké. Race 1. Virusvrij. Nice. We hebben hier Dry Bowser, Bowser, Iggy, Wario, King Boo, Wendy, Ludwig en Lemmy. Alle good guys zijn bijna al gesneuveld, jongens. Iedereen zit in quarantaine. Alleen Linky is nog over. En Mario is nog over. Ik ga echt niet die binnenbocht pakken. Echt niet. Nu wel, nu wel, nu wel. Nu moet ik gelijk wegwezen. Gelijk wegrijden. Kom op, Mario. Gelijk wegwezen. Nu wel alle binnenbochten pakken. Scherp aansnijden. Hoppakee. Lekker. En je voorsprong pakken. Bowser zit achter me aan. Botte Bowser zit daar weer achteraan. Let's go. Nice, oké. We hebben nu een aantal metertjes voorsprong. We hebben een banaantje weten te pakken, dus dat is ook chill. Die banaan kan gewoon achter me gehangen worden. Zodat we alle virusgasten even lekker achter ons laten. Ronde 2. Let's do this. Let's do this. Hou de voorsprong. Oké. We hebben nu een rood schildje. Die hebben we kunnen ontwijken. Ik ga hier mijn bom neergooien. Hopelijk raken we iemand. We raken niemand. We hadden net iets te veel voorsprong blijkbaar. Go Mario! Lekker. Dat was een heerlijk bochtje, jongen. Yes, ik heb weer een banaan. Ik voel me wel safe als ik een banaan heb eigenlijk. Dan kunnen we in ieder geval één iemand afweren gewoon. Als die tegen ons aan wil beuken aan de achterkant. Maar we hebben nu wel lekker voorsprongje, jongens. Ronde 2 ging goed. Lekker. Een anderhalve meter challenge. Kijken of Mario wel lukt. Kok. Oké, ik leg een bom neer. Ik denk weer niet dat ik iemand raak. Ik raak niemand. Oh, nee. Nee, er komt een blauw schild aan. Er komt een blauw schild aan. En die komt op mijn bakkes net voordat ik hier deze dingen pak, denk ik. Auw. Laat me met rust. Laat me gaan. Oké. Ja, we gaan dit halen, jongens. We gaan de race nummer 2 gaan we ook halen. Ja. Ja, even die autoband ontwijken. En dan is het klaar. Lekker, Mario. Lekker. Oké, de start is altijd gevaarlijk. Kijk hoe dichtbij die mijmer staat, joh. Kijk dan, hij staat daar in mijn ooghoek. Staat hij gewoon te chillen. Ik ben... nee! Oh, dat scheelde helemaal niks. Dat scheelde helemaal niks. We werden bijna gepakt door Bowser, jongens. Oh, dat scheelde echt niks. Oké, let's go, let's go. Ik ga... Nee! Jemig. Hij kwam nu echt veel te dichtbij. En daar rijdt hij. Daar rijdt hij. Laat me met rust. Daar is hij. Daar is hij. Daar is hij. Oh, hij rijdt tegen een boom aan. Lekker. Rijd vooral lekker tegen een boom aan, jongen. Lekker. Mag ik een banaan? Ik wil een banaan. Ja, oké. Een schild is ook goed. Ah, ik moet alleen wel sliden door de bochten. Oh my gosh. Ik had geluk daar. Volgens mij reed hij daar tegen me. Ah. Nee. 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 Oh, hij vliegt over me heen. We hebben het virus nog steeds niet. Ah, nee! Bowser! Auw! Bowser! Stop! Oh my gosh, ik ga echt keihard hier aan de zijkant rijden. Laat me met rust. Laat me met rust allemaal. Ik sta inmiddels zesde. Zesde? Maar iedereen om mij heen heeft het virus. Dit is echt te eng. Dit is echt te eng. Nee, niet weer een rood schild, jongens.
Hou nou eens op. Ja, en ik heb nu ook geen wapens. Dit gaat fout. Het gaat hier op het strand gewoon fout. Je moet ook niet met z'n allen nu op het strand gaan als het lekker weer is. Je moet gewoon thuis blijven. Gewoon eventjes jezelf thuis laten blijven. Oh my gosh, bedankt Peach. Jemig, ik botste bijna tegen Bowser aan omdat Peach Bowser sloopte. Ik wil dit rode schild eventjes bij me houden. Dat is niet gelukt, want ik word helemaal de moeder geschoten. Laat me hier. Ja, hoeveel sta ik? Tweede. Nee, Bowser, weg. Niet bij mij in de buurt komen. We moeten de 1,5 meter houden. Lekker, ik heb een muntje. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet lekker. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik sta nu wel eerste, op een of andere manier. Ik weet niet waar de nummer 1 gebleven was, maar ik sta opeens eerste. Nee, geef me nou een banaantje. Ik wil mezelf beschermen. Hoe ver rijd ik voor? Nee, geen rood schild. Oh, ik weet niet waar die is. Oh my gosh, ik mis hem net. Ik wil mezelf nu echt even flink beschermen. Dan maar even tweede worden, dat maakt niet uit. Wat gebeurt hier? Nee. Hoe rijdt die? Wat gebeurde daar? Ik weet echt niet wat daar gebeurde. Hè? Dat blauwe schild ging toch op Dry Bowser, maar hij kon gewoon doorrijden. En Peach, die stond daar stil. En ik werd geraakt door iets van Peach of zo? Ik sta in ieder geval nog 1 punt voor. Maar we zijn nog virusvrij, jongens. Ik weet niet hoe ik dit heb gedaan, maar we zijn echt nog virusvrij. Oké, let's go. Oké. Bedankt, Bowser. Dat was het. Jongens, er valt niet aan te ontsnappen. Ook Mario is besmet. Kijk maar, hij zwalkt een beetje. Hij weet niet meer hoe hij moet rijden. Hij is het helemaal kwijt. Moraal van het verhaal, jongens. Hou die 1,5 meter. Blijf zoveel mogelijk thuis. Kijk gewoon lekker Nintendo-video's op dit kanaal. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ga deze challenge zelf doen. Of verzin even een leuke challenge voor mij. Hieronder in de comments. En als je leuke TikTok-filmpjes wil zien, volg me op RikTokTube. En dan zeg ik voor deze video, mazzel!